President Chandrika Prasad Santokhi zegt de mensen die protesteren tegen het beleid van de regering te begrijpen. Hij heeft zich tot de actievoerders gericht in een door zijn kabinet uitgegeven statement. Het staatshoofd zegt dat hij bereid is om met de afvaardiging van de actievoerders in dialoog te gaan. Santokhi merkt op dat zorgen voor splitsing het land niet vooruit zal helpen. Hij geeft aan dat de regering ook de hand in eigen boezem steekt en zal bijsturen om beter te voldoen aan de verwachtingen van bredere lagen van de bevolking. De eerste burger zegt dat er rekening gehouden wordt met gevoelens van de burgerij. Hij zegt ook de opdracht van het volk te hebben gehad om het land weer gezond te maken. Economisch gezond, financieel gezond en ook gezond in het denken en doen.